Ja, mooie opkomst, leuk. Nice. We zijn natuurlijk net al lekker 2 uur bezig geweest. Joep zit nog te gapen van. Dus dat is mooi. Ik zal degene die nieuw zijn, zie 5 nieuwe gezichten. Dus dat, of 6 zelfs. Nou ja, best wel een groot gedeelte. Dus ik zal jullie wel meenemen dat het toch weer even zachter wordt. Een van de principes die we aan het doen waren is Iwanomi, dat is body of stone. En dus dat is het verhaal van, sinds ze uitlegden van een rotshand hier boven een ravijn, zeg maar, aan de kant van waar het land eindigt en zo'n ravijn en dan een rots. En zo voel je eigenlijk, dat gewicht hangt daar gewoon. Het is niet zo aan het tegenhouden van, oh, ik moet blijven hangen, anders val ik naar beneden. Het hangt gewoon vol daar, al jaren. Zo'n gevoel wil je ook hebben in je lichaam. Een beetje immovable mind, immovable body. En bijvoorbeeld net hadden we iemand die de ramen aan het wassen was. Dat je hoorde allemaal geluiden en dan snel weer ga je zo er naartoe. Maar eigenlijk nog steeds voel je dat gevoel van ik zit hier gewoon als een rots. Misschien voel je het nu ook als je zo zit. Je zit als een rots. En mocht er iets gebeuren en dan wil het omhoog gaan. Misschien merk je het van. Wat is dat? Wat moet ik doen? Moet ik rennen? Moet ik vechten? Een beetje schrikken. Maar je bent gewoon, je zit gewoon hier als een rots. Je hoort het wel, je neemt wel waar en doet wel wat. Maar je blijft in die rotsstaat. Je geest is onbewegelijk en je lichaam is onbewegelijk. Dus ik probeer dat een beetje erin te houden. Ik zal het wel een paar keer zeggen, misschien ook tijdens de beginoefeningen. Of zeker als je ook aangevallen wordt, dan al snel ga je eruit en dan begin je te vechten. Dus dat wil je eigenlijk. Is niet nodig. Dus we gaan even zitten zo met dat gevoel. Misschien is het heel klein, maar als je groet in omhoog gaat, voel je dan nog steeds body of stone of begin je dan al omhoog te gaan? En dan kan het al bijna gebeuren. Ik weet niet of het iemand opgevallen is. Nu ik zeg, denk ik, oh ja. Een beetje zo omhoog, zo, ja precies. Ja, perfect. Wow, gelijk zwaar zo op je achteraf. Ja, het is goed om dat te zien. Dus ook nu als je opstaat gewoon als een rots. Dus er is wel even wat bewegen voor degene die nog niet bewogen hebben, dat wat soepel wordt. Nou, daar zal ik er straks nog wat meer van zeggen. Dan is het de Kitai zo, dat komt hier. Ich, Nin, Sam, Chi, Go, Ro, Sich, Tach, Ni, Ni. Sam, Shi, Go, Ro, Shich, Hach, Ich, Ni, Sam, Shi, Go, Ro, Shich, Hach, Ni, Ni, Sam, Shi, Go, Ro, Shich, Hach, Ich, Ni, Sam,
chi, go, ron, chich, hach, ni, sam, chi, go, rock, chich, hach, ich, ni, sam, chi, go, rock, chich, hach, ni, sam, chi, go, rock, chich, hach, ich, ni, sam, chi, go, rock, chich, hach, ni, sam, chi, go, rock, chich, hach, ich, ni, sam, chi, go, rock, chich, hach, ni, sam, chi, go, rock, chich, hach, ich, ni, sam, chi, go, rock, chich, hach, ni, sam, chi, go, rock, chich, hach, ich, ni, sam, chi, go, rock, chich, hach, ni, sam, chi, go, rock, chich, hach, ich, ni, sam, chi, go, rock, chich, hach, ni, sam, chi, go, rock, chich, hach, ich, ni, sam, chi, go, rock, chich, hach, ni, sam, chi, go, rock, chich, hach, ich, ni, sam, chi, go, rock, chich, hach, ni, sam, chi, go, rock, chich, hach, ich, ni, sam, chi, go, rock, chich, hach, ni, sam, chi, go, rock, chich, hach. Het zag er wel goed uit, hè? Vanochtend dan natuurlijk wel wat meer beginners erbij. En uiteindelijk zijn we allemaal beginner hopelijk, maar dan zie je toch nog iets verschillend bewegen. Dus bijvoorbeeld als ik dit doe, is het meer body of stone. Zo, ich, ni, sam, chi. En soms zie je wel eens dit. Ich, ni, sam, chi. Zie je dat verschil? Dat ik meer aan het bewegen ben met mijn lichaam. En dat is allemaal niet nodig. Dus je bent echt poem. H, ni, sam, chi, H, ni, sam, chi. Dus eigenlijk zou je dan heel snel kunnen doen, dat deed ik vanochtend ook. Je zou echt bijvoorbeeld zo, H, ni, sam, chi, go, rock, chi, chach, H, ni, sam, chi, H, ni, sam, chi. En dat kan je eigenlijk heel, ik blijf gewoon in dezelfde staat, maar als ik dit ga doen, H, ni, sam, chi, ik ben nu al echt dood op, ik ga naar huis hebben. En de meeste, toch een beetje doe je dat. Je geest is druk en je bent extra aan het bewegen. Dus als het dan sneller gaat, en Sensei telt altijd best wel snel. Ik weet nog steeds niet waarom, maar volgens mij omdat hij maar 1,5 uur heeft in zijn les ofzo. Tijdens een seminar doet hij nog steeds. Dus hij telt best wel snel, dus als je dat niet gewend bent, dan loop je echt achteraan. In de loop der tijd ben je er wel aan, maar ik zie alle beginners hebben daar wel last van. Dus zeg maar degene die daar voor het eerst komen. Ook met staan. Niemand houdt dat bij. Zijn teller met vallen en staan met seminars ook. Iedereen loopt achter. Als je gewoon instelt, dan kan je gewoon in zijn ritme blijven. Ja, maar als je minder gaat doen, is dat wel te doen. Dus bijvoorbeeld, doe eens deze beweging en je blijft gewoon als een rots boom, staan. Dus je gaat opzij en je arm gaat nog een keer. Gaat opzij. Boom, 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 boom. Er gebeurt niks in je lichaam. Ja, als je dus ook bijvoorbeeld aan het eind zou staan. Ich, ni, je staat zo. En je wordt hier getest opzij. Ja, het gaat echt niet weg. Je voelt het ook. Je staat als een rots. Niemand gaat jou hier weg kunnen duwen. Het zou nooit lukken of zo. Je staat nog steeds als een rots. En doe nou eens met de beweging. Dus ich, ni, sam, chi. Ich, ni. Voel dat verschil. Voel de verstoring. De enorme verstoring in je systeem. Veel meer spierinspanning, veel meer activiteit, je geest is onrustiger. En dan nog een keer die rustiger. Ich, ni, sam, chi.
1, 2, 3, 4. Voelt iemand geen verschil ertussen? Maar ik wel verschil tussen die twee, ja. Dus nu gaan we eens kijken, als ik dan zo iets nieuws kan zien. Als we dat eens gaan doen, gewoon voor de rol. Ik doe alles 8 keer. Dus die en dan die en dan die. En we kijken, want het gaat meer om het effect body of stone. En dan gaan we, voelt die. Ich, mi, som, chi, go, lo, chi, ha, chi, mi, som, chi, go, lo, chi, ha, chi, mi, som, chi, go, lo, chi, ha, chi, mi, som, chi, go, lo, chi, ha. Als het goed is, voel je echt super ontspannen. Echt helemaal, boom. Ontspannen, aanwezig, volle ki, volle energie. Of je voelt je nu echt heel wild en echt een beetje zo en dan heb je het nog te veel gedaan. Die merkt dat hij echt heel ontspannen is, dat hij gewoon ja, super erin zit. Ik nu, je ziet het wel een beetje aan de gezichten, zeg maar, die we hebben. Wie voelt dat je een beetje meer juist zo bent? Beetje, ja, precies. En dat gaat niet om dat het goed of fout is, maar je ziet waarschijnlijk wel wat er gebeurt nu. Dus die, maar ik voel wel het verschil op een andere manier. Ja, precies. Ja. Dus kun je nagaan als er een aanvaller komt, daar wil ik een beetje naartoe ook straks. We zijn een beetje spelende wijsrichting dan samen zijn aan het oefenen. En bijvoorbeeld derde dan is leuk, is Steven mee begonnen met voorbereiding. 1 aanval en dan 100 keer. Ja, dus, en jij zei het wel mooi, laatst deed je 20 keer. En toen was het van, het is best wel een uitdaging om 20 keer in die staat te blijven. Dus 20 keer komt iets naar je toe en jij blijft body of stone, zeg maar. Eén keer is het al van best wel uitdaging van wat kan je dat wacht zeggen. En dan moet je nog 99 keer, zeg maar. Dus het gaat niet om van zet het onder druk en zie je maar te redden. Maar hoe meer je in die staat komt, hoe leuker dat is om daarmee te experimenteren, hoe langer je daarin kan verblijven. Ja. We doen wel de rest van de serie en dan blijft het gevoel houden van een body of zo. Dus we gaan nu zo heen en weer. Ich, mi, sam, chi, go. 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 Ich, ni, sam, shi, go. Ich, ni, sam, shi,
Sam, chi, ich, mi, ich, mi, ich, mi, sam, chi, ich, mi, sam, chi, ich, mi, sam, chi, ich, mi, sam, chi, lo, lock, sich, touch, ich, mi, sam, als het goed is. Ja, normaal is het misschien wat sneller en je bloed gaat wat sneller, maar
Je bent nog steeds body of stone en je geest nog steeds immovable. Okay. We gaan naar rollen net op vanochtend deed, dat is wel een goeie. Je loopt op handen en voeten en dan ga je zo rollen. Handen en voeten. En dan ga je zo rollen. Yes. Een beetje hoog op je poten, zo wat je stijf. Niet te laag. Je moet echt gelijk weer in balans. Ik kan steeds wel verder gaan. En iedereen vanochtend weet dat Spider-Man vroeger mijn favoriet was. Ik ben een beetje Spider-Man, zeg maar. Ja. Doe het nog eens, ontspannen. Elleboog ontspannen, knieën lekker laag. Je zou het op kunnen delen in drie delen, dus je beweegt jezelf, zeg maar, je beweegt jezelf. Dus ik ben nog helemaal niet met iets bezig, hè, want ik heb niks in mijn handen. Dus ik beweeg mezelf. Misschien probeer maar, dan kun je meteen mee doen. Dus je hebt het zwaar vast, en dan, dus je beweegt jezelf. Je hebt niks in je handen, dus je hoeft ook nergens mee te gooien of tegen te duwen of extra kracht te zetten, je beweegt jezelf. Nou, twee, dat zelf wat ik beweeg, dat richt ik ergens naartoe. En dat is naar waar mijn handen iets anders vast hebben. En straks is het een partner, dan beweeg ik met mezelf richting dit punt. Nou, of iemand pakt mij vast, ik beweeg mezelf en ik beweeg dat punt. Dus nu is dat hier, dit is nu het punt waar je handen de zwaard vasthouden. Dus nu beweeg je jezelf en je beweegt dat punt. Niet verder, denk niet aan het zwaard of zo, maar je beweegt het punt waar je contact hebt.
tegen jezelf en dat punt. Wat er nu al ontstaat is wel grappig. Je kan niet allemaal vergelijken met dat je zelf bent, maar dat je zelf bewoog, was er eigenlijk geen conflict. Misschien was je jezelf al een beetje als, stel je voor je vaart in water, jij zit op de bok van de water. En je was naar jezelf al zo van, kom op, ja, ik moet het doen. Misschien deed je dat van binnen, maar hopelijk was je al rustig, was je gewoon jezelf gewoon aan het bewegen. En toen opeens was er iets in je handen en nu zie je wel van dat het gaat gebeuren. Dat moet je echt niet doen, gewoon een body of stone zijn. Gewoon geen gevecht aangaan. Ik heb contact en ik beweeg. Contact en ik beweeg. Ik beweeg dit contactpunt. Hier contact, ik beweeg mezelf en ik beweeg dat contactpunt. That's it. Helemaal geen strijd. Ik hoef daar helemaal niet op te duwen, ik hoef geen extra krachten te zetten. Het is meer dat de zwaartekracht gewoon zijn werk doet. Natuurlijk doe je de techniek. Die zit in je systeem. Als je nu al kracht aan het zetten bent op het punt waar je contact hebt, dan ben je straks ook aan het vechten in Aikido, dus los dat op. Okay. Dus nu heb je je lichaam beweegd, het contactpunt, maar nu zit er nog iets heel aan vast. Nu ga je het lichaam van de ander, van je partner, nu van het zwaard, ga je ook bewegen. Dus ik beweeg mezelf. Contactpunt en het zwaar. Dat is allemaal één. Ja, dus ik ga niet meer zo. Of zo. Hier is geen contact met het zwaar als ik dat heb. Dus ik beweeg mezelf, contactpunt en het zwaar. Dit puntje is nog steeds met mij verbonden. Een geheel. Ja. Jezelf, contact en je partner, het zwaar. Kijk nu hoe je ermee omgaat. Ben je hem geconcentreerd aan, geforceerd aan het tegenhouden om te besturen? Of zet je een beetje kracht op of lost het allemaal op? Het is één geheel. Eén geheel, alles werkt samen. Geen enkel gevecht, je hebt een lege geest die alleen aanwezig is. Wow. Puntjes zit net zoveel in als in je lichaam. Er zijn extra krachten op een bepaald moment, alles werkt samen. Ja, mooi. Oké, dus nu zie je al, je zou terug moeten kijken de video, maar je voelt het waarschijnlijk, je slag is veranderd, eigenlijk bij iedereen. Je ziet, voel je dat, merk je het zelf ook? Bijvoorbeeld, wat is een verschil, wat merk je nu anders met je slag, vergeleken met de eerste slagen en nu? Geen enkel verzuringsgevoel in de schouders bijvoorbeeld. Geen verzuringsgevoel in de schouders, ja. Of iets anders, valt iets op, wat anders is zijn je... Verbinding met het punt. Verbinding met het punt. Ik heb nog te kijken. Deze kan bij je kijken, voel ik hem nog steeds waar hij heen gaat. Ja. Dus dat soort dingen. Dus je ziet dat dat verandert en uiteindelijk is het een gevoel. Maar nu is het leuk, als je nou dit gaat doen. Ich, mi, san, chi. Go, rock, sit, touch, cook, do it, you need. Niet dat kun je zo weggooien. Do some, zit het er dan nog steeds in, hè? Nu gaan we wat meer dingetjes doen. Dus dan gaan we kijken. Die techniek, die vorm helpt jou om dat gevoel te houden wat je net had. Ja? Of niet, en dan ben je verward en dan is het leuk uit. Ja. Ja, doe dan maar gewoon een klein stukje gewoon bij de moment. Dat zal wel prima zijn. Ja. Ja. Het gevoel van wat je net had, dat zit ook hier in Gama. Heel ontspannen manier, iets rustiger dan normaal. Heel ontspannen. Iets, drie, zo, schiet, hoog.
zes, acht, negen, tien, elf, twaalf. Do sound. Each, we, some, she, go, go, sit, us, go, you, reach, to me. Do sound. Sterker moeten zijn geworden. Als je voelt dat het minder is, dan blijft het gewoon nog lekker vaak oefenen. Als je goed inkomt. Oké, en Joe, gaan we de studie starten. Some sheep. Go.
you look, you reach, you touch, you cook, you need you, you reach, you need, reach. Maar de meeste weten het al. En daarna weer verder met het witte fly waar we nog gaan uitkijken. Ik wil beginnen met een key-test. Ik sta in hang hier, ik doe één hand voor en jij pakt mijn kruisteens vast. En je stuurt key naar mij toe. Dus jij beweegt je lichaam, je beweegt dit punt en dan beweeg je naar mij toe. Yes. En af. Sta ik eigenlijk hier in body of stone en ik ontvang dat gewoon, doet eigenlijk niks. Ja. Andere kant. Yes. En nou wil ik eigenlijk, als je gaat bewegen wil ik dat zo houden. Dus ik krijg jouw key, jij stuurt key naar mij, naar dit punt, naar mij, naar mijn tandem. En als ik nu ga bewegen, hou ik dat eigenlijk erin. Dus ik voel zijn key nog steeds naar me stromen, maar ik houd hier gewoon in mijn tandem. En dan beweeg je met dan ben en dit verandert eigenlijk niet. En dan kan ik eigenlijk heel makkelijk zo bewegen, zonder dat het echt verstoort of verandert. Misschien meteen een bruggetje, want vanochtend deden we dat in tweeën, maar nu doen we dat al meteen. Je voelt dat je een beetje kracht zet, een beetje duwt, hè, voel je dat? En dat kan, je kan zeggen van ik doe het meer op de botmanier, rotsachtig, maar meer met kracht, met spieren, aarde. Eigenlijk wil ik een beetje meer naar water gaan, bloed of lucht, adem. Dus zeg maar, als jij een hand aanbiedt, dan is het heel zacht. Maar ik maak contact met mezelf, met dit punt en met jou. Hoor, ik duw het zeg maar aan. Het is heel zacht, maar ik sta hier gewoon net zo zeker als net eigenlijk. En ik stuur continu key naar jou. Ja. Waarom ik dat zeg? Want vaak in technieken gebeurt toch dit. Als je op elkaar te doen, pak je vast. En dan voel je dit, ga ik op jou duwen. Voel je dat? Ik duw tegen jou, maar dat is eigenlijk hetzelfde als dat je nu al met die test begint te duwen. Als je er nog een keer komt, ik ben eigenlijk heel zacht, voel je dat? Ik heb het zachte gevoel. En jij als aanvaller doet hetzelfde, dus nu in je aanval zit ook een beetje hardheid. Maar doe het zachter. Zeg maar, weet je nog wat Sensen zegt van als een boekje neerleggen? Zacht aanvallen, dus jij bent nou lucht. Als je beweegt, ben je ook lucht. Voel je dit? Heel ander verschil, heel ander gevoel, hè? Dat wil ik eigenlijk dat je dat nu meteen doet, want vanochtend heb ik gezegd, en jullie muscle masterclass maar één keer per maand. Maar iemand die tegen druk gaat geven, die tegen gaat houden, is meteen je laatste les dan. Hè? Dan kun je meteen. Bij Ossensen hing ook in de dojo, don't resist techniek. En Ossensen zegt dat, wij werd echt furieus. Als iemand het tegenhield, dan werd je gewoon, oh, hij is kwaad. Misschien keer de vrouw van Ossensen en dan was je echt. Furieus gewoon, ja, ze had echt een temper. Ze hadden heel kwaad als mensen dat deden. Pas als zij weer wegging, dan ging iedereen elkaar weer tegenhouden en oh, maar zien en test maar. Maar dat wil je niet. Je leert gewoon iets aan wat gewoon echt contraproductief is. Steeds tegenhouden, dat is geen Aikido. Het is wel het rots en het aardelevel, dus je moet het wel kunnen. Maar daarna wil je echt naar water en lucht. En dat zie je ook Sensei ook doen. Dat is een heel ander niveau. En hier moeten we dat gewoon gaan doen. Dus als je nog denkt, ik hou het toch tegen, niet meer doen. Dus als je maar vasthoudt met key, dan krijg je steeds. Yes, in je lichaam, naar dit punt en naar mij. Voel je het al zachter, voel je dat? Maar nog steeds naar mij toe. Dus als ik nu dit ga doen, stuur je nog steeds key naar mij. En nog steeds voel ik die key-test. Als ik niet in mijn key zou staan, zou ik al wegvallen. Dus ik ontvang zijn key.
En die key die gebruik ik om zeg maar iets mee te gaan doen. Black key stuur, black key stuur, yes. En dan kan ik zo een beweging maken. Dus dat is de test. Eerst een paar keer zo. Een key vasthouden, jezelf contact met jij naar mij toe. Dus als jij duwt tegen mij, duw maar. En dan sta ik stevig. Als ik tegen jou duw, sta je ook stevig. Ja. En dan wil ik dit eigenlijk intact houden. Als ik hiernaast sta, nu voel ik het nog steeds. Nu voel ik het nog steeds. Hij blijft key sturen naar mij, naar mijn centrum. En ik beweeg alleen maar die key richting die hij geeft. Ik ga je niet aantrekken of zo. Ja, probeer het eens met z'n tweeën. Ja, maar niet eens dat het uiterlijk is. Ja, hij geeft het en dat hij geeft. Ja, dat ontvang je.
idee van een week met een kopje thee. Zeg maar, kom eens aan de deur. Jij geeft een kopje thee op een dienblad. Zeg maar, pak hem maar vast. En doe een kopje thee op een dienblad. Dat doe ik gewoon mijn pennetaal. Mooi, een kopje thee, ja. Maar je gaat niet doen. Zoals jij zelf. Jij komt met een dienblad met een kopje thee. Pak hem maar vast. Dat wil ik, maar ja, daar ga ik aan mee aan de slag, zeg maar. Ja, ik wil niet dit, ik wil aan de slag. Ik wil niet. Maar hij blijft die blok geven. Moet wel, ja. Als hij stopt met aanvallen, dan ja. Dan is er niks meer. Oké, zo goed. Het is zo'n simpele oefening, maar het is wel handig om als basis te hebben, zeker met deze eenvoudige techniek. Want als we straks allerlei technieken gaan doen, is het de kunst om dat gevoel erin te houden. Ja, want meestal ben je dan met technieken die je niet zo vaak doet, let je niet meer op brede verbinding, ben je niet meer met die onderwezen en opeens druk je zo een techniek erin. En dus dat wil je niet, je wil steeds die zoekie erin houden, dat contact. En ik zei het van de week ook al, van waarom zou de aanvaller zeg maar energie uitsturen naar Naga. Waarom zou Oeke energie sturen naar Naga? Waarom zou je dat doen? Veiligheid. Veiligheid is één, hè? Daar zijn we een tijdje mee bezig geweest. Dus als jouw ki zo stroomt, niemand duwt er tegenin, ja, dat gaat gewoon niet lukken. Niet omdat ik het tegenhoud, maar ja, mijn ki gaat gewoon daar naartoe, dus hier kom je niet tegenin. Maar eigenlijk, ik zat er laatst over na te denken, er is nog iets belangrijkers. Is dat niet de aard van de aanval? Ja, in essentie wel, dat is de aard van de aanval. Je wil contact maken, daarom komt hij naar je toe. In de meest vriendelijke manier is van, hey Dick, hoe is het? De meest slechte manier is, ga ik niet doen. En dan haak zeg maar. Ja. Dat is de aard van de aanval. Maar wat is nog een andere? Wat zei? Verbinding. Verbinding. Eigenlijk, Oeke helpt Naga om het te leren. Oeke is de leraar en die helpt Naga om te leren. Dus als jij stil gaat staan en tegen gaat houden, dan sta je van aan de plan mis. Wat ben je dan aan het doen? Laten zien dat je sterker bent of zo. Dus het gaat erom, en dat is echt wennen voor je ego om dat los te laten. Want ik ben jou steeds energie aan het geven zodat jij kan leren. Ik doe het wel goed, hè? Dus ik ben veilig en bla bla bla. Ik hou van structuur, ik ga niet dit soort dingen doen. Oké, dat weet wel als het goed is wel, nee. Ik ben de ander aan het helpen om te leren. Daarom ben je continu ki aan het uitsturen. Dat deed je net ook. Dus je pakt er vast als die ki-test. En dat hou je erin. We keken er tegenaan. Het kan heel subtiel zijn. Ik denk dat de meesten het niet zullen voelen dat de ki stuur in jou als ik je vasthoud. Het voelt gewoon super zacht. Totdat je gaat bewegen en dan ben ik al daar waar jij begint te bewegen. Dan heb ik het al overgenomen. Je kent dat gevoel al. Van, Sensei legt dat ook uit. Gewoon. Het is heel zacht. Ik ben echt als een handdoekje, ligt zeg maar mijn kleine hand erop, mijn vingers vallen er ontspannen omheen en vanuit mij, dit punt, ben ik naar jou toe aan het gaan. Als jij nu iets wil doen, ja, zit ik er al meteen op, want ik voel zijn ki al opkomen, zeg maar, dan kan ik iets doen. Als ik dat niet heb, ben heel zacht en het stopt hier zo en jij gaat iets doen, ja, dan ben ik al te laat. Dus je voelt eigenlijk niks, maar het is echt, als je het doet, voel je het eigenlijk wel mij sterk. Ik voel een heel groot verschil tussen dit of tussen dit. En jij kan het waarschijnlijk ook wel voelen onderhand. En dan moet je echt op trainen. Dus als je dat dit doet, en jij gaat ook dat tegenin zo, ontwikkel je het gevoel niet. Het wordt helemaal overschaduwd door allerlei. Het is gewoon een soort intuïtie van ik maak contact. Boom. Sterker nog, hier gebeurt het al. Als ik zo sta, ik kan zo staan. Ik sta lekker in mijn eigen wereldje en tegenover jou van yes. En dan ga je eens beginnen en opeens, wow, je raakt me aan. Oh, wacht even, dat ga ik wel doen. En hier doe ik het al. Hier ben ik in contact met mij. Contact waar wij contact hebben en met jou. Ik ben nu al aan het scannen, zeg maar ook naar jullie. Want je weet het nooit, als je in één keer opstaat en je valt me aan. Okay. Ja. Dus continu heb je dat. Dat is wennen, dat je in dat bewustzijn komt, zeg maar. Dat wil je wel trainen. In het klein doe je dat dus zo, dat je aanbiedt. Ik maak heel veel contact en ik maak gewoon echt contact daarmee. Ja, het is niet alleen met dit buitenkant hier op de arm of zo, of whatever. Of ik denk, oh, ik moet nu een techniek doen, jij gaat dat doen, oh, dan moet ik zo volgen. Daar ben ik allemaal niet mee bezig. Ik maak contact. En als jij iets doet, ik ga bewegen, oh, ik blijf volgen, ik geef hem energie.
geef hem energie, ik hou mijn structuur, ik geef hem energie, ik geef hem energie, ik geef hem nog steeds energie en ik blijf nog steeds energie geven en gaan zo door. Dus dat kan heel snel groeien. Het vraagt wat van je om jezelf in die staat te brengen, om zo ontspannen te zijn, om dat toe te laten, om ook de ander te helpen erin. Ja, dus, en ik ben veilig, dus nogmaals, als ik zo vast hou. En als jij tegen me in gaat, dan is dat duwen. Ik sta hier gewoon, als een rots. Zeg maar. Je kan wel duwen, maar ik sta hier gewoon. Van de week hebben we wel gedaan van waarom zou je blijven staan? Het is echt stom, dat zou ik zelf niet doen. Maar, ja, maar het kan, zeg maar. Dus je weet van, nog een keer als je komt, ik sta hier gewoon. Ik verandert niks in mij, zeg maar, wat sterker wordt, wat weerstand gaat geven. Ja, dat, misschien vergeet je niet bij waar. Dat deed met onbuigbare arm, dus zeg maar, als je mijn arm buigt. Van, nou ja, ik buig mijn arm, nou, er gebeurt niks bij mij. Maar waarom zou ik zo blijven staan? Een beetje eigenwijs. Iemand staat heel hard te drukken op mij. En ik ga dan zo blijven staan. Ik blijf doorgaan. Zou ik eerder denken, nou, ik zou iets doen. Zeg maar hij geeft mij allemaal energie, dat kan ik mooi gebruiken. Of je gaat gewoon de hele tijd zo naar binnen staan en die orkaan het blazen over. Nou, dat is wel een tijdje leuk, maar het is ook wel fijn om dan gewoon een minuutje te gaan staan en eens te kijken, whatever. Ja. Nou, wat ik eigenlijk doe met... een aantal technieken doen we het programma van Derek Q. Dus degene die kennen, daar kan je het van volgen en anders. Niet iets wat erop lijkt. Ik zal het even laten zien. Dus het krijgt steeds hetzelfde gevoel. Hij blijft energie geven, die energie gebruiken. Blijft zijden. Jammer. Ik voel een beetje zoek met je energie, zeg maar. Ik ben hier. Zo, man. Contact. Maar nou weer een beetje hard. Dus, joh, man. Ik ben nog steeds hier, hè. Zie je dat ik nooit ga forceren op hem, joh, man. Ja, dat hoor je. Ik had makkelijk nu heel snel aan zijn arm kunnen trekken en hem meenemen, maar geen enkele behoefte aan. Hij stuurt key en dat gebruik ik. Hij gaat die sturen en dat gebruik ik. Trek terug, voel je dat? Mm-hmm. Dat voel je ook in je gewricht. Dus blijf gewoon key naar mij sturen. Key sturen. Dan heb je geen last meer. Key. Het is zo verleidelijk om hier te gaan staan en in één keer een ruk te geven van die arm. Zo, wow, zo daar naartoe. Niet doen, waarom ben je dat aan het doen? Aan het vechten. Zij geeft key. En dan blijft key geven en dat beweeg ik. Dat beweeg ik en blijft key geven. Zie je dat? Zag je dat verschil? Als jij een beetje stil blijft zitten en je komt niet naar mij toe, dan ga ik het meer bij jou inzetten. Goed, ja?
Dus ik ben hem aan het aanvallen. En op zich komt het wel, maar eigenlijk begint hij met mij aan te vallen. Dus nu ga ik het leiden. Met achteraan. Yeah.
Ja, naar voren gaan van de plaats van steenkool. Ja. Also, I love your friend. Thank you.
Ja,
voor die bril. Ja. Ja, vlees aan, dat is lekker, hè? Dat hebben we nu ook. We deden 11 technieken, of wat het zijn, ik weet niet, ze hebben altijd 11 technieken, of 10 technieken. En hier zit zo ontzettend veel in, dan kan ik een jaar geen eens genoeg om dat allemaal te behandelen. Maar terug naar wat we in het begin zeiden, dus Iwanami en verbinding met jezelf, met het contactpunt en met de ander. Hoe ging dat? Hoe was dat? Met ik zou zeggen, technieken die echt gewoon zo vaak doen. Mm-hmm. Komt er nog wel eens voor, maar die niet zo vaak, maar Kikopi of Yonkyo, dan is de verte zoek. En waar gaat het dan naartoe? Waar gaat de aandacht naartoe? Wat gaat de mind doen? Wat gaat het lichaam voor richtingen kiezen? Er zijn bepaalde bewegingen. Als je bijvoorbeeld naar beneden komt, dan versterkt het gevoel. Dan is het voor mij makkelijk omdat die gewichten creëert. Maar ga je omhoog, dan. Ah, ja, oké, ja. Zoals die testen gedaan van zo, hè, dus dat je dit doet, maar nog steeds body of stone in plaats van, ja, precies. Nog andere dingen, wat, zeg maar op die verbinding met jezelf, met de contact met hetgeen waar je interactie mee hebt, met Oeke, en met in Oeke zelf, je key daarin extender, wat valt je op als je zo verschillende technieken doet? Omdat Oeke met wat meer weerstand dan ik gewend was. Ik geleerd dat je daar inderdaad niet doorheen moet voor gaan forceren, dus dan ben je aan het zoeken. En dan merk ik toch dat weerstand, dat moet je er echt doorheen komen. Dat is voor mij wel een leerpunt om te concentreren. Maar, dus dat was wel heel mooi om dat te kunnen doen. Om wat meer te kunnen zoeken van waarom ik nou in zijn lichaam terechtkomen om een actie te ondernemen. Nou, daar kan ik het ook over, want dan gaan die richtingen gaan lossen, die vectoren van hoe beweegt mijn lichaam en hoe zet ik het over in het lichaam van het andere. Je gaf wel het onderwerp weerstand erin en we waren ook al even aan het trainen, maar eigenlijk weerstand wil ik vandaag eruit houden. Maar weerstand is eigenlijk een soort zijwieltjes, dat is het bot en spierniveau om het gewoon heel goed te zien of het werkt of niet. Nou, het werkt niet. Oh ja, nu werkt het wel. En dus het is op zich heel goed om te trainen, maar laten we proberen aan water en lucht. Maar nog steeds de focal in die je terecht aangeeft is dan lucht en het waait gewoon overal naartoe. Lucht is nog steeds dat het echt dead center erop zit. Ja. Dat is heel graag heel veel oefeningen. Dan kan je dus wel even weerstand doen, maar probeer daarna weer heel snel los te komen. En eigenlijk doe geen weerstand, het liefst zeg maar. Kijk gewoon per persoon en per geval. Het is lastig, zie je. Het is niet makkelijk, als ik het zo kijk. Waar je het zegt? Je gaf een geluidje. Oh. Ik ben een vleermuis, hè, dan kaats ik terug. Nou, ik zou niet goed zeggen, maar het is dan toch wat. Wacht zijn. Inderdaad, ik merk nu dat ik ook wat moeier word, dan merk je ook dat je meer bij jezelf gaat zitten in plaats van te blijven voelen waar ook een zit of naartoe wil. Oké. Ik heb ook een beetje een bewustzijnssignaal. Ja, dat is logisch. Dat we daar open blijven staan, dat je continu blijft voelen heen, waar we ook heen. Maar je moet wel genoeg in je tank hebben om zeg maar te kunnen voelen, anders als dat leeg raakt.
Ik weet niet of het zo is, maar ik denk aan vette trauma. Dat zegt als je arm, zegt, er is een arm en een been vanaf. En dan gaat echt alle bloed gaat naar je organen, je hersenen, zeg maar. Jij weet het beter dan ik, maar. Hè, dus dan gaat echt serieus in een toestand van, oh, even de vitale dingen. Dat is nu bezig in het klein, zeg maar. Ja. Dus dan is de relatie en de ander is dan van minder belang. Is maar zelf nog leven en dan vanuit daar weer. Nou, niet zo heftig, maar ik denk dat, kijk gewoon dat je zelf genoeg kie hebt. En daar wil ik een beetje ook naartoe gaan. Want wat je wel ziet is, als het zacht is, zacht en slap zijn echt twee verschillende dingen. Zacht en slap. Dus bijvoorbeeld als ik naar je toe kom met Munatsky en jij doet Kote Geishi, ik val aan, ik hou contact, maar als ik hier niet doorloop, zie je opeens dat daar ruimte is. Puur omdat ik met mijn benen doorloop en mijn richting naar hem toe breng. En dat zou eigenlijk niet kunnen als je zacht bent. Snap je? Dat is eigenlijk onmogelijk. Dat zou nooit gebeuren, want je bent body of stone. We hebben net getest, dus als ik... Jij doet je hand naar voren, ik pak vast, maak contact en jij zit gewoon met body of zo. Nee, nu gebeurt het niet. Hoe kan het nou dat het net wel gebeurde? Alleen omdat we een keer gedraaid zijn, een keer laag en een keer hoog. En ja. Iets van verandering en gelijk ook stenen over die zeilen over het water zo. Geen stoom meer en dan. Snap je? En dat zag je best wel gebeuren. Dus ik zat zo te kijken en oké, als ik daar alleen maar. Dit zou doen en zou wel bijna omvallen, zeg maar. En daar komen jullie ook een beetje op dat stuk, zeg maar. Dus hou dat steeds erin. Als je met Munatsky komt, ik ben heel zacht. En als hij hier nu tegen mij gaat duwen, sta ik gewoon hier als body of stone. Ja. Ik sta gewoon hier nog hetzelfde, er is niks veranderd. Dus ik heb niet, zeg maar, als jij nog een keer met Munatsky komt, dit gedaan. Nu gooi je opeens mijn gewicht naar achter. En dan begint het. Wow, 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 wow. Nee, ik ben gewoon, ik sta hier zo. Je komt aan, die verbinding wil ik hebben, die gebruik ik en poem, zo naar beneden. Het is heel zacht, het zit er gewoon op, en het is zacht en ik maak die beweging. Jij blijft kies sturen, dus ik kan er iets mee doen. Dus als ik naar jou toe kom, dan zou ik, poem, hoor je zo. Ik doe het nu met jou, maar dat iedereen kunnen kiezen, dan merk je een beetje hetzelfde. Dus ik kom aan. Hou dat gevoel. Yes. Als je hier nu staat, dat je nu denkt, wil je het gauw wegduwen. Doe je dat? Mm-hmm. Dat kun je weg maar even van. Nee, je staat er gewoon. Je kunt het gewoon helpen. Sta je ermee in verbinding. Zo van, nou, ik praat met jou. En dan zeg je van, ja, boem, ik ketst mezelf weg van. Nee, ik wil met jou praten. Ja, tot het eind. Dus ik blijf in gesprek met jou, blijf in gesprek met jezelf. Niet daar naartoe, maar gewoon naar mij toe. Ja, zo ja. Mm-hmm. Oh, dit is die vectoren, ja, vectoren ging nu weg van mij. Je zou het heel wat op mijn pols kunnen zetten en het gewoon helemaal kapot maken. Ja, dat ik gewoon wil. Ja. Het zou nu niet lukken met die houding, maar dat kan je wel nog even verder verdraaien. Maar dat is niet echt de bedoeling. Je bent gewoon Ainuke, mutual, passing. Niet Ai-Uchi van ik vernietig gewoon alle Ainuke sinds het steeds over. Dus ja. Er is geen strijd, zeg maar, je hebt niks te verslaan. Dus ik kom gewoon naar je toe, vooral bij de goede staan. Yes. Ja? Dat is evenwicht in je brein. Wat dan ook, in je mind iets of in je lichaam iets. Misschien kan je het gewoon even met eentje doen, Munatsky Kote Geishi. En dan het leukste is gewoon, laat hem maar even draaien, laat hem maar iets doen. Laat hem zichzelf maar uit in de war draaien en dan ga jij even naar voren lopen. En dan voel je wat verschil, of hij zich in de war draait of niet. Dus doe het niet, je laat gewoon helemaal boem. Je laat hem een grote hoek voor. Grote hoek voor. Gewoon naar beneden, gaat niks naar achteren. En dan krijg ik ruimte daaronder. Mm-hmm. Voel je dat? Kom maar even zo naar je toe. Loop eens even aan. Ik gebruik je key, zeg maar, om daar naartoe te brengen. Maar kom nog eens verder. Duw ze, loop eens naar voren. Ik ga niet dit doen, zeg maar. Ik duw naar beneden en ik loop achter. Waar gaat de kick hier naartoe? Mm-hmm. Weet je dat? Je kan het zien denk ik wel aan de zijkant. Zet jouw kick en die ga jij zo. Ja, precies. Oké.
Zo. Ja, lekker hier. Kom eens aan de toe. Kom eens echt naar mij komen. Dan on. Oh nee, kom maar. Kom maar. Oh.
Misschien een clip zou ik kunnen maken, maar dan moet ik niet zijn. Focus op de andere hand. Ja, of zeg maar als je met een ondersteuning die aan het
ben ik gekomen. Voor een beetje lang Moet je terug, dan moet je dat weer eens eentje voor jezelf nadoen.
We doen één aanval, Shomanucci. En dan, ik denk dat het in groepjes handiger is. We doen zo ongeveer 20 aanvallen. Dus je krijgt 20 keer een aanval. En je blijft steeds in die goede staat. Dus je handelt de een af en dan de ander. Ongeveer 20 keer. En dan kijken hoe je blijft. Ben je nog steeds ontspannen? Dan laat je de energie bij de ander of ga je toch tegen de vechten? En dat wil je gewoon voorkomen. En zo wil je een beetje gaan testen van hoe dat dan gaat worden. Ik weet ook niet hoe dat gaat. Meestal doen we niet 20. En eigenlijk zou ik wel maar 50 willen gedaan. Of 100. Maar kijk hoe lang het duurt per persoon. En maar kan je dan nog steeds vrij blijven van die aanval? Of begin je zelf ook aan te vallen? Ik denk dat de meesten het wel hebben gezien. Ik had het ook... Kijk. Zie je het ermee? Ja. Hoi. I am mind itself safe had Sensei Ashbury. Ik had ook een appgroep gedeeld en op de website staat de internationale website en op onze Facebookpagina's. En daarin heeft hij het steeds over Ai-Uchi en Ai-Nuke. Ja? En Ai-Uchi is gewoon, iemand valt aan en mijn techniek is zo goed, ik vernietig het gewoon volledig. Ik voer mijn techniek uit en hij heeft geen enkele kans. Ik versla hem gewoon. Ik dood hem eigenlijk. Het is Shinken, het is gewoon op leven en dood. Dat is gewoon een basis van krijgskunst en ook van Aikido. Maar dat is maar een bepaalde fase. Als je dat kan, dan is het eigenlijk Ainuke. En dan is dat gevecht, dat gaat gewoon nooit plaatsvinden. Er is meer compassie voor de ander. En de verbinding houd je en uiteindelijk blijft het bij die ander. En hopelijk krijg je Misogi. Misogi Arai, dus dat je die onzuiverheid van die ander, die help je op te laten lossen. Dus zijn zwarte aura van de aanval, die begeleid je zo, dat als die opkomt, dan sterft een stuk van dat zwarte en dan komt die lichter omhoog. Je kent de theorie onderhand, en Sensei blijft dat maar uitleggen, maar heel veel mensen snappen het gewoon niet. Zelfs Aikidokas die het lang doen, die zijn gewoon steeds aan het vechten. En Sensei die is er echt... Niemand snapt het gewoon. Ze blijven gewoon maar vechten. Niemand snapt wat Osensei deed, omdat ze continu maar blijven vechten. En ik snap ook wel zijn frustratie. En ik zie het ook wel eens, we hadden het net ook nog over. Ik snap ook echt dat mensen recht hadden denken van ja, Osensei zei het ook tegen Sensei vlak voordat hij dood ging. Ja, niemand snapt het gewoon. Dus ik denk dat het gewoon verdwijnt, Aikido. En dan dacht ze, Marjan, nou ja, moet ik nog mijn best doen om het erin te houden. Dat probeert hij nu ook te doen met, ja, hij is geen Osensei, maar... wat hij weet en wat hij heeft onderzocht en wat hij heeft ervaren met Osensei, probeert hij dat erin te houden, maar ja, het vraagt gewoon heel veel training. Dus ik denk dat we een redelijk model hebben en redelijk aan het oefenen zijn vandaag en probeer het dan ook erin te krijgen als je straks aangevallen wordt. Het is gewoon moeilijk om je vechten en vluchten te overrulen of je technische vakkennis gewoon hoe dan ook toe te passen op de andere ten koste van de relatie of ten koste van de... Ja, dat je eigenlijk niet die andere beter maakt, maar dat je meer beschadigt. Dus probeer daar echt van los te komen. En hoe dat eruit gaat zien, ja, weet ik eigenlijk ook niet. Ik ga gewoon meedraaien. Ik denk misschien... 20 keer, dat is misschien... anderhalve minuut of zo. In anderhalve minuut doe je 20 aanvallen. Dus je kan best wel snel wisselen. Zeg maar, kan gewoon doorgaan. Ga niet haasten, blijf gewoon aan steen. Maar dan... doe maar 20 aanvallen zo'n beetje. En hoe je het moet tellen, weet ik niet. Succes. Ongeveer 20, of we helpen elkaar een beetje. Of als je weet hoeveel mensen er zijn, zoveel rondjes. En als je met z'n vieren bent, weer 5 rondjes, of whatever. En als Shomanucci. En welke technieken maakt niet uit. Maar ga niet nadenken over een techniek, want dan, dat werkt niet. Pak dan maar gewoon eentje die je kan, of 3. Of gewoon blijven bewegen. Ja, zullen we dat doen? Zullen we 4 en 5. Dan ga ik bij jullie erbij zijn met z'n 5, jullie met z'n 5. Dus heb je 4 aanvallen, dus 5 rondjes. Iedereen 5 keer natuurlijk 20. Ja? Dank u. Hier wil ik eerst in de gang mogen.
in de buurt staat nog heel goed. Oh, nee, dat is niet zo. Thank you.
Nee, nu nog 5 vergaan. Thank you.
Het wordt nu een beetje gruwelijk, dankjewel. Misschien wil je het tussen door elkaar heen. Ja, ik wil het in die tijd ook. Oh, al die tijd verder. Kijk, ja, we zijn allemaal uit. Ga jij? Doorgaan tot de stand? Ja. Dan mag ik weer. Ik weet niet wat ik wil. Ik zou ook in de war raken hoor, ik moet dat. Is het nou, kom op nou, of ik wil rollen.
Oké. Okay. Dankjewel. Hartelijk dank, Luis. Zitten met de ogen dicht. En ervaren hoe je het voelt. Ik heb een keer dat we gedaan, allemaal één of twee keer in het midden hadden, volgens mij. Hoe is het bij jullie gegaan? Je kunt het alleen twee keer. Tussen kwart en 20. Kwart voor, zo'n 15 minuten hadden we het 10 keer gedaan. Ja, anderhalf minuut. Ja, anderhalf minuut of zo, dus dan kan je een beetje. Ja, mooi. Maar er komt zoveel vrij, je zat net ook aan het eind en er komt zoveel langs. En dat, uiteindelijk komt het wel weer tot rust. En als je met zo'n dingetje schudt met dat sneeuw dan en wat weer zakt. En het wordt wel steeds rustiger, maar er is zoveel wakker gemaakt. Het is echt wel heel leuk om te doen. En ik zie zoveel dingen, ja, wat gebeurde eigenlijk. Dat is interessant. Dus we willen de komende tijd een beetje zo stap voor stap verder in zoeken. Maar we zullen echt een goede basis ervoor nodig hebben. Want anders ben je gewoon lekker wild aan het ravotten met elkaar. Dat is ook leuk, maar je wil echt proberen Aikido te doen. Maar... mooi. Dankjewel.